met nog één volledige ronde te gaan. En aan kop van het veld nog altijd die nummer 2, Megan Flevo. Megan Flevo, Ideal de Bert, Madness en heel gevaarlijk daar in vierde stelling aan de buitenkant, I'm the One Who Knocks. Daarachter hebben we dan aan de binnenzijde het nummer 6 van Bank Robber. En het tempo gaat nu drastisch omhoog als de paarden voor de laatste maal naar de overkant van de baan gaan. Met nog altijd die nummer 2 aan de leiding. En dat is Megan Flevo. Maar die voelt ook dat daarachter Madness op zijn helm geplakt zit. Aan de buitenzijde zit daar dan nog altijd heel sterk die Ideal de Bert. En vanuit de staart van het veld worden de paarden in stelling gebracht, waaronder I'm the One Who Knocks. En zo komen ze dan op weg naar de laatste bocht. En is het aankop van het veld nog altijd die nummer 2, Megan Flevo. Megan Flevo, Madness, Ideal de Bert. En daarachter dan I'm the One Who Knocks, die kan bolwerken. En binnendoor komt Frans van der Blonk naar voren met zijn paard. En dat is dan die nummer 6, Bank Robber. We komen in de laatste rechte lijn en daar krijgt Madness wel een vrij spoor. Maar kan hij dan ook nog die koploper Megan Flevo achterhalen? Op dit moment heeft Megan Flevo de zaak onder controle. Maar Madness komt wel wat dichterbij. Het wordt een strijd, een mooie strijd. Maar Megan Flevo houdt stand. De eigenaar voor één dag is de winnaar. Madness op de tweede. Goh, wat heeft het paard zich doorontwikkeld met daarachter dan het nummer 6 van Bank Robber. Dat is de voorlopige uitslag. Maar dit was magistraal wat Robin Bakker hier liet zien. Laat hij hem 5 meter eerder vrij, dan is hij de Sjaak. Maar dit was prachtig ingedeeld van de beide mannen Bakker. Met nummer 2, Megan Flevo, als zijnde de winnaar. En dat is mooi nieuws voor de eigenaar voor één dag. 2-1-6 voorlopig. En vanuit de bocht zien we de voorlopige winnaar aankomen van het hoofdnummer van vandaag. De Leo Schalakhoort BV, Deense karren, Hoek van Holland prijs. Leo Schalakhoort, een groot eigenaar in de Nederlandse drafsport. Maar ook zeker een zeer belangrijke sponsor. Waar je nooit te gek is om verschillende leerlingkampioenschappen, grasbanen en andere initiatieven te ondersteunen. Waarvoor zeer dank. Leo Schalakhoort, een buisheer, wordt ook regelmatig gedragen door Robin Bakker. En Robin Bakker die is vandaag, zoals u weet, in Aduard actief. En dit is alweer zijn derde zege na Next Wish. Marco's Wish wint nu ook het hoofdnummer met Megan Flevo. En Megan Flevo die is een eigendom van de Gele Canaries. U heeft er vandaag al meer over gehoord. U kunt ook meedoen met de Gele Canaries voor €100 per maand. Bent u eigenaar van ongeveer 20 dravers. En dat zijn zeer succesvolle dravers, want vandaag in Aduard wonnen er al 3 stuks. Na Newton Renka zien we nu ook Megan Flevo. En we zagen ook Kiss and Ride voor de Gele Canaries winnen. En Megan Flevo, dat is een 5-jarige donkerbruine merrie van Musselmas uit Constantia River. Gefokt door de familie Iwema gezamenlijk met Aad van Schie. Eigenaar is dus de Gele Canaries, trainer Bas Krebas. Vandaag ook met veel succes actief. En winnende rijder Robin Bakker in de Leo Schalakhoort BV Deense karren, Hoek van Holland prijs. Mooie sierdeken waarop het logo van de Deense karren ook staat. Van Leo Schalakhoort BV. Prachtige plaatjes met de petten van de Gele Canaries. Maar ook met Peter Schoenmaker. Die via het lot eigenaar voor één dag werd van Megan Flevo. En daarmee vandaag maar liefst €900 mag opstrijken. Een prachtige prijs. Beschikbaar gedeeld door Peter Delis. Maken de foto's in de mooie avondzon hier op Aduard. Mooie zegen van Megan Flevo. Robin, gefeliciteerd. Dit was een mooi ingedeelde rit. Dit was, ja zeker. Dit klopt niet helemaal. Natuurlijk een heerlijk beestje. En een mooi nummer in band. En ik kwam goed weg. En André wou eventueel mijn rug wel hebben. Met Mertens die stond natuurlijk op winst vrij zwaar erin. En die kon natuurlijk een goede rug hebben. Dus we losten het zo mooi op. En kon onderweg met tempo mooi rijden. En kwam hard naar de finish. En het was een mooie strijd. Dus 2 goede paarden. Absoluut. De laatste keer liep Megan Flevo in het sprintkampioenschap op Alkmaar. Maar die langere afstanden, die passen er ook wel. Ja, vooral op gras zo. Als je een beetje je tempo kan blijven rijden. En je ziet het, dan lopen ze een beetje met de oren te spelen. En, ik moet zeggen, dat maakt het sterk af. Dus een ronde lange was voor haar ook geen probleem vandaag. Super, het was je derde zege. Zit er in de laatste koers misschien nog een kwartet in? Nou ja, het was jammer net. Mr. Ricardo had een goede kans gehad. Maar die had de eerste bocht, viel ze bijna. Dus dat was jammer, want die had ik denk ook kort bij geweest. En die laatste wordt moeilijk denk ik, maar tweede band.
is niet eenvoudig om te winnen, denk ik, vandaag. Maar we doen ons best. Super, Robin. Gefeliciteerd. Dank je, Ferry. Mooie winst van Robin Bakker in het hoofdnummer van vandaag. De Leo Schallekoord BV, Deense Karren, Hoek van Holland prijs. En dames en heren, geef ze een groot applaus. Robin Bakker, zijn derde overwinning. En ook de derde overwinning voor de Gele Canaries. In de achtste koers geef ze een applaus. Megan Flevo.